Deze twee gevels zijn qua stijl precies gelijk. Toch zit er 70 jaar tussen. Op zich is het heel bijzonder te weten dat de Dordtse gevels in 200 jaar tijd qua stijl niet zijn veranderd. Deze gevelsteen beeldt Samson uit die een vallende pilaar opvangt. De steen zat oorspronkelijk in het huis van Albert Cuyp, Dordts beroemdste kunstschilder. Dit schilderij bijvoorbeeld, met zicht op Dordt, is door Albert Cuyp gemaakt. Veel van deze pandjes in de Nieuwstraat stonden 30 jaar geleden nog her en der verspreid in de stad. Na een grootscheepse sanering werden de gevels geheel opgepakt en er hier verplaatst. Ook veel gevelsteentjes kwamen van elders vandaan. Echter, de gevelsteen met Pictura is wel origineel. Het gelijknamige schildersgenootschap verhuisde later van hier naar een pand aan de Voorstraat. Dit gebouw is de Berkenpoort, het reusachtige gebouw dateert van voor 1550 en werd bewoond door de wijnkopersfamilie Berk. In de 16e eeuw sliepen er belangrijke personen, onder andere Willem van Oranje en zijn doodsvijand de hertog van Alva. Dit is het poortje van het oude vrouwenhuis aan het Bagijnhof. Na een zwerftocht door de stad is het tenslotte in 2000 hier terechtgekomen, met het medaillon van het oude vrouwtje steunend op een stok. Dit gedeelte van de Hofstraat wordt gedomineerd door de Statenschool. U herkent inmiddels vast de stijl van de Dordtse gevels. Maar het gebouw zelf dateert uit 1913. Aan de overkant stond vroeger eenzelfde soort school. Na de sloop werden deze Anton Pieck-achtige huisjes neergezet. Voor iedereen bij wie Nederlands bloed door de aderen vloeit, staan we hier op superhistorische grond. In 1572 werd in het Hofcomplex, in de Statenzaal, de eerste Vrije Statenvergadering gehouden. Dat was in feite het begin van de zelfstandige staat Nederland. En Dordrecht was de stad van Holland.